Wow, volgens mij heb ik al lang niet meer zo'n knot in gehad. Terwijl de meeste van jullie herkennen me met deze knot. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. What's up guys, welkom bij een nieuwe video. En vandaag heb ik weer echt een super, super, super leuke shoplog voor jullie. Ik heb trouwens niet alleen een shoplog voor jullie, want dat is gewoon een video. Maar ik heb ook gewoon letterlijk iets super leuks voor jullie. Dus ben je nou benieuwd naar de winactie en wil je kans maken? Blijf dan zeer zeker verder kijken. En let's go met de video. Ik ben ietsjes verder achteruit gaan staan. Omdat ik echt iets super groots in beeld wil laten verschijnen. En dat is deze super grote doos. Alles wat ik heb geshopt zit in deze doos. En deze doos is afkomstig van de webshop Straatstijl. Dus ben je nou benieuwd? Laat dan zeer zeker verder kijken. Trouwens, dit is best wel onhandig omdat ik sta en ik zou een grote doos moeten optillen en ik ben al niet zo groot. Maar, let's go! Nee, we gaan het rustig aan doen. Jesus! Godverdomme. Oh my god. Oh my god. Let's go with the video. Okay. Jongens, ik was dus echt een paar maanden geleden was ik echt actief op zoek naar een turtleneck. Dus zo'n trui die je aan hebt die ongeveer tot hier is. En hij was te verkrijgen bij Straatstijl. Ze hadden hem in het zwart en in het grijs. En ik dacht van, kijk, ik draag al veel te veel zwart, you know. Dus ik dacht van, ja maar grijs. Ik ben echt benieuwd hoe dit me gaat staan. Ik hoop dat het me gaat staan. En ik ben echt excited om dit aan te trekken. Trouwens, de stof van deze trui is ook hartstikke zacht. En het voelt gewoon echt heel zacht aan. En ik ben echt benieuwd hoe dit mij gaat staan en hoe het gaat zitten. Omdat ik vind dat zachtheid in kleding vind ik heel erg belangrijk. En dat zorgt gewoon voor dat het gewoon ook lekker zit. Even if she go away, even if she go away. I'm a classic man. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. Calling on me like a young OG. I'm a classic man. You can be me when you look this clean. I'm a zeker dat een heleboel van jullie wel een oudje hebben gezien met fishnet. Ik was dus al een tijdje op zoek naar fishnets, maar ik kon ze gewoon niet krijgen. Ik weet niet waar ze kan kopen. Ik denk iedere keer bij H&M of gewoon dat soort winkels, maar ik kon ze niet vinden. Maar dus hebben ze bij Straatstijl hebben ze wel deze fishnet. En ik ben echt benieuwd hoe ik deze ga matchen, maar ik denk wel dat ik iets leuks in mijn hoofd heb. Wat ik nu aan jullie wil laten zien is een blauwe spijkerbroek. En dan gaan jullie nu vast denken van, Kelly met een blauwe spijkerbroek? Ja. Ik draag eigenlijk nooit blauwe spijkerbroeken. Ik draag meestal donkere kleuren, zoals zwart of grijs. Maar ik dacht dus van, laat me gewoon weer een keertje een blauwe spijkerbroek aantrekken. Want ja, dat is weer natuurlijk wat anders. Maar hij is dus versleten en daar hou ik van. De meeste van jullie weten dat ik van versleten broeken hou. En de onderkant is dus ook een beetje gerafeld, zeg maar. En ik vind dat gewoon mooier bij mij staan, zeg maar. Ik hou er niet van als gewoon een broek gewoon normaal is. Want ik weet niet. Misschien ben ik gewoon gewend om gatenbroeken aan te doen. Dus, maar goed, hij is dus versleten en hier zie je het een beetje. En hij heeft gaten in de knieën. En hier is hij versleten en hier heeft hij ook een gat in de knie. En hier, hij is dus gewoon echt een versleten broek. Ik ben benieuwd of dit maar gaat staan. Het zal natuurlijk wel anders zijn omdat jullie me gewend zijn met zwarte broeken of joggingbroeken. Maar ik hoop dat het maar gaat staan. Als ik het gewoon goed kan combineren, dan gaat het me vast wel staan. Oh my god jongens, nu ga ik jullie wat laten zien waar ik echt het meest excited over ben. Ik ben hier echt
meeste blij mee. En dat is een jas. Oh my god jongens, het is deze zwarte bomberjack met een soort van bondkraagje aan de bovenkant. En oh my god, dit is gewoon echt... Oh my god jongens, dit is gewoon echt iets waar ik het meest van hou. Van al mijn kleding, mijn jas. Oh, hij voelt ook gewoon echt warm aan. En de binnenkant is als het goed is ook, ja... Binnenkant is ook lekker zacht. En het is gewoon perfect voor de winter, herfst. Het is gewoon echt perfect voor koude dagen. Het voelt ook echt als een jas die ik ooit bij de H&M heb gekocht. En die heb ik nog steeds, na 3 jaar. Dus ik hoop dat deze jas ook lang meegaat. En ik kan echt niet wachten om deze te combineren met een van mijn outfits. Is deze schoenendoos. En jullie zullen misschien vast wel denken van wat zal hierin zitten, want Kelly draagt nooit laarsjes, tenminste dat denken jullie. Maar ik was dus ook al een tijdje op zoek naar lange laarzen, dus die over je knie gaan. En bij Straatstijl kan je ze kopen. Dus ik heb super mooie laarsjes gekocht en ze komen dus boven de knie uit en ze zijn in het zwart. Nou, dit is dus de laars en hij komt dus over de knie heen en het is in de kleur zwart. En dit is maat 37 voor als jullie benieuwd naar zijn. Maar normaal heb ik maat 38, 39. Dus ik ben wel echt benieuwd of het mijn maat is. Want anders vind ik het wel heel erg jammer. Maar ik ga het gewoon dragen voor, ook al het pijn. Maar goed, deze laarzen wilde ik dus combineren met het item wat ik hierna ga laten zien. En dat gaat er echt super mooi uitzien. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Omdat ik het al bij andere meisjes heb gezien. Maar de vraag is of het bij mij gaat staan. Dus ik ben wel heel erg benieuwd en... Straks komen er wel beelden hoe het eruit gaat zien. Zoals ik al zei, wilde ik de laarzen combineren met iets super leuks. En dat is dus deze trui. Ik ga hem even uit de verpakking halen, zodat jullie hem beter kunnen zien. Nou, dit is dus de super grote trui. En hij is dus in het zwart en hij heeft een capuchon. En dit vind ik echt altijd lekker voelen. Het zit echt heel erg handig. Dat het gewoon om je pols heen zit, zeg maar. En niet dat het zoals dit gewoon zo handig. Down on a new toy and you know that I've been looking for you, baby. You need somebody wavy. 300 down on a red up on the whole. Young nigga getting his cake, it's not a joke. I'm that nigga and I'm wavy. These hoes never about to play me or control. Young soldier, once over. Any man at this be, I get slumped over. Tough and scared of the ting, y'all come close. You need to come over. Bad man, we don't watch that. Even women need to watch that. I got my gun on. En als laatste heb ik nog een zwarte trui en dat is deze. Hij heeft ook een capuchon. Het is lange mouwen. Het is wel wijd aan de mouwen, zeg maar. Maar daar kan ik wel aan wennen, denk ik. Hoop ik. En het is trouwens niet zomaar een trui, maar aan de zijkant zie je dus dat het open gaat. Ik ben wel echt benieuwd hoe die... Mij gaat staan, you know. Okay. I don't care about what you think you see. The things you want to know when you look at me. God knows I done been through and paid my dues. Can't you try to say, yeah, knows this. Situation, how you want. The loving that you claim is just a four letter word. The third letter's inviting, so visualize the curve. Your curve thought based on your handling the candelabra. So you're sitting on a big grand, transmitting like you made a man. But you're a funny face like a chick. When I see you, I'ma tell you quick that I'm. Ain't all good. That's true. Things ain't going like they should.
Ik mocht dus ook een choker uitkiezen en bij deze was ik gewoon heel lang op zoek naar zo'n choker. Het is gewoon een dunne en overal waar ik keek waren ze gewoon te dik, zeg maar. Ik vond ze niet mooi als ze te dik waren en deze, ik bedoel breed, maar deze is dus heel dun en ik weet niet, dit is echt precies wat ik zocht en hij is gewoon echt precies zoals op de foto. Van Straatstijl heb gekregen. Ik moet jullie wel eerlijk bekennen dat de service van Straatstijl echt hartstikke goed is. Volgens mij was dit pakketje donderdag verstuurd en heb ik het vrijdagavond al gewoon binnen. Dus de snelheid qua verzenden is ook hartstikke goed, maar ook gewoon de mensen zijn ook hartstikke lief. Als je ze vragen stuurt gewoon via de mail, dan reageren ze heel netjes en alles vind ik gewoon heel goed van Straatstijl. De kleding is goed, de verzending is goed, de mensen zijn heel sociaal en heel erg lief tegen je en ze zijn heel beleefd. En ja, dat is eigenlijk gewoon ook wat de webshop moet hebben. Van ja, dat hoort gewoon. Tegenwoordig is dat wel wat minder bij andere webshops, maar bij deze is het gewoon echt on point gewoon. Echt letterlijk on point. Maar goed, ik praat alweer te veel, dus laten we maar gewoon overgaan naar de winactie die ik voor jullie heb. Ik mag namelijk van Straatstijl een 50 euro tegoedbon weggeven aan een van mijn kijkers. Dus dat betekent dat je 50 euro mag uitgeven dat je van mij en van Straatstijl krijgt om iets leuks te shoppen bij de website Straatstijl. Het linkje van de webshop van Straatstijl staat trouwens in de beschrijving, dus check it out. Maar goed, de drie simpele stappen die je moet doen om kans te maken op deze 50 euro tegoedbon is: je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal, je moet Straatstijl en mij volgen op Instagram en je moet een reactie achterlaten met dat je meedoet en met je Instagram of met je e-mail of iets waarmee ik je kan bereiken. Dus wil je nou kans maken op deze 50 euro tegoedbon, voer dan deze drie simpele stappen uit. En als je het nog niet goed hebt gehoord of iets, alles staat nog in de beschrijving uitgelegd. Maar goed, ik ben echt super blij met de items die ik van Straatstijl heb gekregen. Dus willen jullie nou ook een van deze kledingstukken hebben of natuurlijk ook andere dingen, want ze verkopen ook andere dingen op hun site, check dan zeer zeker het link hierop in de beschrijving en check het gewoon uit. Maar goed, dit was dan weer voor de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef natuurlijk de blauwe duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier op beneden. En als je wil kans maken, dan voer die drie simpele stappen natuurlijk uit. En dan wens ik jullie verder een fijne dag. Doei!